Radio Veronica met het nieuws. Techniek Ad Bouwman, dit is Cees Man in het Veld. De nieuwe beanbagkogel die de Rotterdamse politie aan het testen is, is onbetrouwbaar. Dat zegt criminoloog Jaap Timmer in NRC Handelsblad. Door zijn vorm, een zakje met metaalgruis, zwabbert de kogel als hij wordt afgeschoten. Daardoor is het moeilijk om raak te schieten, zegt Timmer. De kogel is ontworpen om het doelwit een opdoffer te geven en niet om te doden. De FBI onderzoekt of bij het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, een Israëlische spion actief is. Het zou in tegenstelling tot berichten in Amerikaanse media niet gaan om een hoge ambtenaar die invloed heeft op het beleid van president Bush, maar om een analist uit het middenkader. Israël ontkent alle betrokkenheid. De organisatie achter de Nederlandse abortusboot Women on Waves weet nog niet wat ze gaat doen nu het schip de Portugese wateren niet mag invaren. De beslissing daarover valt vandaag, zegt een woordvoerster. Portugal heeft de abortusboot geweigerd omdat de bemanning met het geven van abortuspillen medicijnen verstrekt die in het land verboden zijn. Bart Brentjens heeft brons veroverd op het Olympische mountainbike toernooi. De Fransman Julien Absalon won goud en de Spanjaard José Antonio Hermida pakte het zilver. Brentjens won 8 jaar geleden in Atlanta nog goud. Bas Peters eindigde als 13e en Thijs Al viel in de beginfase, maar ging toch door en werd 25e. Periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen af en toe zon, maar in het noorden meer bewolking en soms een beetje regen of motregen. Maandag buien met onweer en veel wind. Temperatuur vandaag rond 21 graden. Radio Veronica. Een never ending story. Met weer een live uitzending vanuit Hotel Lapershoek in Hilversum. Hier is... Landgenoten! Hey, dat ze hem nog hebben, even niet doorheen praten, Jan. Ik hoor helemaal niks. Geef hem een beetje sterkte. Dat kan een beetje meer klaar. Nee. Dokter. Dokter Jan. Hey, dit is hem. Hoe heet die plaat ook alweer? Eddie Beckers uit straks. Eddie? Blue Tango. Geen idee, Blue Tango. Ja, maar Citramin. He, van Citramin. Dat was op een Mercury album, weet ik nog. LP heette dat vroeger, uit Amerika. En dat kwam ook van... Let's Get Away From It All. Dat was een andere bekende toen. Van muziekje waar u werkt. Weet je wel? Let's Get Away From... Heb je die ook? Moeten we straks ook even draaien. Staat die daarop? Let's Get Away From It All. Oude Blue Tango wel. Zullen we een plaatje gaan draaien van Veen? Het is 2 januari. Bedankt de man in het veld voor het nieuws. Maar dat was het nieuws van nu toch? Of ben ik even in een verkeerde tijdzone? Dat was het nieuws van nu, hè? Dat is het nieuws van vandaag. Met die Rotterdamse kogels die niet lukken. Klopt dat? Die zwaaien af of... Hartelijk welkom allemaal, Hotel Lapershoek. Is van Veen, van de radio. Vol met publiek. En Joost de Draaijer. Wij gaan luisteren opnieuw. Naar geluiden terug, 39 jaar denk ik, 19, wanneer was de eerste? 1965, 1 januari, de allereerste Veronica Top 40. En als het goed is, gaan we 40 plaatjes draaien, gaan we ze alle 40 ook draaien? Nou, dat zien we wel. Heb je ze, heb je ze? Maakt niet uit. Hebben we 2 uur? Ja. We hebben dan wordt het tijd dat je begint. Nou, dan schaam ik niet over. De Beatles op 40, I should have known better. Het zijn de Beatles. Oké, ze waren kort vroeger. Dat waren de Beatles. Daarom gingen er ook 40 in 2 uur. Hè? Dat zou vandaag de dag niet meer lukken. Omdat het korte plaatjes waren. 4 minuten, 5 minuten. Dat was toch het dictaat van de jukebox in die tijd, de 60e jaren. Ja, dat moeten we weten, want we worden allemaal alle dagen jouwer. Maar u ook daar en u ook daar en u ook daar. Hey, Willem, waarom hadden wij eigenlijk geen top 40 voor 1965? Hoe kwam dat dat we ineens met die top 40 begonnen? Dat bestond niet in dit land. Helemaal niet. Het was nog middeleeuwen. We hadden alleen een hitparade in Tuny Tunes. Was en Muziek Express of zo, hè? En Muziek Express, ja. 1 keer in de maand. En wij wilden een modern radiostation gaan maken, dus zo begonnen. En je had het ergens opgedoken in het buitenland? Was het niet zo? Ze hadden, ieder radiostation in Amerika had zijn eigen hitparade. En daar was jij naartoe geweest. En dat ging, ik was, wou even daar. Jij mocht. Nummer 39, dit is van die twee kleine hiawatha's. De twee hiawatha's, weet je nog?
Zo noemden ze van. Uit Brazilië. En een instrumentale hit uit die tijd. Los Indios Tabajaros. En het nummer heette Maria Elena. Kijk, weet je wat mama vroeger dan deed? Zei die hielp ze een beetje. Die vond dit dan niks. Zei die, zullen we hem een beetje helpen? Dan denk ik, een beetje vlugger, weet je wel, niet om vijf uur weer. En dan weer velen. Mannetjes als hij en zo, en die Jules gelijk en zo. En daar hadden ze hem om 50 en niemand van had wat in de gaten. Maria Helena, nou, toch een heel mooie vriend. Weet je wat me opvalt? Dat er toen heel veel instrumentale muziek was en tegenwoordig helemaal niets meer. Althans, mij niet bekend. Worden er tegenwoordig nog instrumentale plaatjes uit? Oh, jij wordt helemaal geen plaat meer uit. Moet je even naar een nieuw radiostation luisteren. ROFM. 90.7. Ja, dacht ik het niet. Dan hoor je de hele dag de platen. De mooiste muziek die er bestaat. Maar is ook geen actuele muziek wat betreft de instrumentale. Dan hoor je Dave Brubeck en zo. En Jimmy McGriff. Ja, maar niet de nieuwe van Dave Brubeck. De platen die wij vroeger... De nieuwe Dave... Maar hij leeft nog, hè? Take 5. 85, die gozer. Ja, joh, vlug. We gaan terug naar de top 40, 1965. En toen stond dit op nummer 38. Manfred Mann. De groep was dat uit Amerika. Bouwman, je was een beetje te laat. Openzetten van het schuiven, jouw schuld. Bart van Leven, ook aanwezig met zo'n prachtig geel bandje. Heel goed, dus voor goed doel allemaal. Zet er in Nederland worden die... Van de Wegenwacht, toch? Nee, dat is voor de kankerbestrijding. Dat heeft te maken met Armstrong, hè, de winnaar van de Tour de France. Zijn er inmiddels in Nederland 70.000 van verkocht. En als je er 1.000 koopt, krijg je een nieuwe racefiets. Nee, krijg je een plakzetje om je lekker banden te repareren, zodat je kan blijven fietsen. Jay and the Americans, groep uit Amerika. Ja, net toch, ja. Hey, maar er komt er geen reclame, moet er geen geld verdiend worden hier. Je hebt toch leuke sportjes? Dat mag alleen maar op het hele uur. Waarom? Van wie? Wie zegt dat? Ja. Wie zegt dat? De minister? Ja. Draai een leuk sportje hier. Oké. Verzin maar wat. Is dat nou voor onzin? Is dat, ben je dat nou? Waar zijn die originele reclames van vroeger dan? Dat mag niet. Er zitten er wel een paar in. Wel, maar de meeste hebben jullie eruit uitgeknipt. En de Kim en de Cash and Carry en de prijsbreker hebben gehoord. De prijsbreker. Dat zijn allemaal winkels die niet meer bestaan, daar mogen we over praten. Berdy. Wie zat er op Piet Heinplein 5? Trompgarage huren, veilig sturen. Zeggen we dat dan wat? Bij de Trompgarage huren, veilig sturen. Veilig sturen, nee. Trompgarage huren, veilig. Dat waren leuke. En er was ook nog zo'n kreet, die had jij bedacht, van Cornuco geloof ik, van de chips. Ja. Een zakje met de blauwe ruit. Nee, dat was Damchips. Dat is ook een commercial. Ja. Swinger de Safari, heb je die van... Dat was al gisteren. Damchips, het zakje met de rode ruit. Maar die staat net niet in die hitparade die we vanmiddag gaan draaien. Wat voor valse toon. Anders is het niet leuk. We gaan even door met een man die heel erg beroemd was. Wie? Met een vliegtuig naar beneden is ge... Toen al hoor, trouwens. Hij was toen al verongelukt hoor. In 1964. Maar gelukkig had hij vooruitgewerkt. Had plaatjes opgenomen. Er zijn nog jaren... Als je dood bent, moet je heel platen uitgekomen van Jim Reeves. De late, de betreurde Jim Reeves. En dit was een van die vele hits. Het nummer I Won't Forget You. Gelijk Candlelight. Ja, bijna Candlelight. Jim Reeves. I know. Wie was er toen hier? Hallo. Hallo. Ze waren kort. Ja, Bouwman, ik moet even een seintje geven. Waarom? Heb je geen lampje? Vroeger hadden we een rood lampje. We hadden niet veel, maar we hadden wel een rood lampje. Want toen was je muziek afgelopen ineens, weet je. Waar hadden we het nou net over? Over Jim Reeves, had jij gezien? Die heb ik nog gezien in 1963. Oh, 1962. He'll Have to Go, dat toen was hij... Was jij toen al was een jaar lang een hit, zo'n plaat, 100.000+. He'll Have to Go. En toen kwam hij met het, zo'n Nashville package. Chet Atkins. Oh ja, Bobby RCA. In Den Haag, Jan. En die zaal, het was een hele oude klerenzaal. En je weet dat misschien. Een zaal in Den Haag, het begin van de 60e jaren. Waar artiesten optraden. Was dat Diligentia of Auditia? Bij die toren en Amicitia. Amicitia, waar alle Amicitia. Ja, Jim Reeves, weet je wel. Dat was echt verschrikkelijk populair. Goed, je had het er net over Duitsstalige muziek. Want je was op tellen geweest. Ben je de eerste, ze zeggen hier dat de eerste top 40 van 2 januari 65 nooit gedrukt is. Nee, ik geloof er niks van. Is ook niet gedrukt. Ik geloof zo'n drukkerij van Damme in de Koningsstraat. Lodewijk. Nee, die oude, die duivenmelker. Joop. Die oude, die was duivenmelker. Die was eigenlijk helemaal niet drukker, maar die had te druk met zijn duiven. Er staan 6 in die allereerste top 40, dat is de tijden veranderen dus, zo'n 6 Duitsstalige liedjes. 6. Dat is de eerste daarvan. Ook 2 Italiaanse trouwens, om het even af te maken. En 3 Fransen. 1 komt er straks. Paola. Dolce Paola van Adem, ja, ik weet niet of ik het volhouden, Jan. Moet nog een beetje vuurwerk, een beetje andere... Kom op, vertel de volgende plaat en een beetje kort. Gaan we ze helpen. Relé Carol en Bouwman helpt op weg naar de... Oh, wat mooi is dat toch. Bianca Rose.
Hallo. Hey, ja, we kijken, we hebben e-mail. We hebben goed geholpen. Hé, hey, luister Jan, ik vind het zo leuk dat we alleen maar op de middengolf... Want ik ben een ouderwetse radioluisteraar. 88. Ik vind iets alleen maar echt als het op de middengolf is. En ik moet je zeggen, je kunt het in bijna heel Nederland ontvangen. Ach, dat weet ik. Hij staat bij Rotterdam. Ik was nog... Ja, hij staat bij Rotterdam, maar ik was... Er is nou weer een rockzender vandaan, ik weet waar die zit, weet je wel. Heinenoord, daar staat hij. Waar zit, klopt dat? Hey, waar zit die Errol Rock-zender op dan? Huh? Zit Errol Rock niet meer op die 88? 675. Oh, die is dan anders. Die hoor je tot aan voorbij Parijs. Ben je zeker nog naar voorbij Parijs gereden van de zomer? Daar ben je voor. Hebben terug. Hebben we niet geluisterd, zeker? En dan ken je 675, die komt dus heel ver door. Alleen de 747 komt nog verder. Maar daar hebben we niks meer aan. Hey, die hebben weggegeven. Bellen, luisteraars, die bellen, joh. Mag niet gebeld worden. Je kunt wel mailen. We hebben een e-mailadres. Mailen. Dat kan wel. Dus middengolf, het ene uiterste van de 20e eeuw naar het andere uiterste van de 20e eeuw. Het e-mailadres. Middengolf en mailen. Jij weet het ook, joh. studio@veronica192.nl. Klopt dat? Veel te ingewikkeld. Als je vragen hebt, als je opmerkingen hebt. Je wordt nooit wat. Jij wil het korter. Veronica192.nl. Anders mag het niet, denk ik. Veronica, nee, dan komt het verkeerd terecht. Studio@veronica192.nl. Kunnen we dat onthouden? Weer nog één keer op dicteersnelheid. Jan, op Studio, die candlelight. Het e-mailadres waar nou je alle vragen kunt sturen. Wat je ook maar wilt weten. Eventueel vragen over die Veronica top 40 uit 1965. Waarnaar je nu op dit ogenblik luistert. De enige top 40 waar geen gedrukt exemplaar van bestaat. Waar wij toevallig een fake in handen hebben gekregen. En daarom nog weten welke plaats is wel waar. Gaan we straks Lodewijk nog even over bellen. Nou, weet je, was er nog niet eens, man. Die was er niet eens zindelijk toen. Je kunt een e-mailtje daarvoor sturen aan Kennelijk. Ons. Ja. Nu komt het, Jan. Kennelijk. Studio. Apenstaartje. Veronica192.nl. Bro, die van Veen. Hij kan het nog. Ja. Was, hey, Bobby Solo, dat betekent dat hij in zijn eentje was. Hij had namelijk ook nog vier broers. Hij was een ongelofelijke familie, had hij. Ja, maar Bobby wou alleen. Toen zei zijn moeder, ben jij Bobby Solo? Oké, zei hij. En tranen op zijn gezicht. Hij was de jongste, van een hele grote familie. Tranen van gevoel biggelden over zijn... Je weet wat ik bedoel. Bakkers. Hij dat zeiden we vroeger, want toen waren we nog netjes vroeger. Hij werd beroemd omdat hij het songfestival won. Als je die oude programma's hoort van Veronica, ja, we waren dan piraten zo graag, weet je wel, we deugden niet en we deden allemaal. En dan hoor je die oude programma's, denk je, wat zit er daar een nette, wel opgevoerde, keurig Nederlands pratende... Heb je geluisterd? Jongelui. Nee, ik luister nu wel eens, nu, deze week. Ja, maar als je nu luistert, die banden van 30 jaar geleden. Ja, heden, toch allemaal met best en voor keurig... Keurig articuleren, wel. Proberen om ABN Nederlands. Ja. Veronica. Geweldig. Ja, dat dacht die ik al. Die serie, dat waren de eerste jingles. Die zijn in 64 gemaakt. Frans Meijs en ik hebben die bedacht. 192, goed idee en zo. Die klinken nog steeds goed, dus zeg. Tegenwoordig laten we die uit Amerika komen of wat ook. Maar dit zijn kun je de... gewoon in op de hoek even, dat maken. Jan, even Tom Mulder. Hebben we Tom Mulder even de groeten doen? Klaas Vaak. Klaas Vaak. Zoals de meesten wel weten. 1 augustus. Getroffen door een hele vervelende strook. Het gaat redelijk met hem. Ik heb van de week even nog met zijn vrouw gesproken. Hij ligt nog in het ziekenhuis. En laten we ons maar het beste hopen. Doei, Klaas Vaak. Klaas komt vaak. Klaas van Vaak. 4, 1, 2. Nummer 33. Bij de top 40 van toen. Gaan we toch voor Tom een plaatje draaien. Because they're young. Overnieuw, Bouwman. Dat hebben we eruit. Overnieuw, Bouwman. Because they're young. Ja, ik zo ging dat vroeger, want dan werd alles op tape opgenomen. Zei we, Bouwman, stop er nou maar mee. Dan slaan we deze over straks, dan halen we het gelijk een beetje in. Het was hebben die gehad, Trini Lopez, het was toch geen Amerika, hoe heet die echte hint van hem, even herden hebben. Even het was toch nachtmoeks, klopt er niet, weet je wel. Dit is voor Tom Mulder. Juist, Because they're young, heb je die, Dwayne Eddy? Die werd al gebruikt op Radio Luxemburg, Great 208. Tom. Nee, dit is hem niet. Lukt even niet, jongens. De administratie klopt niet, Bouwman, zoals gewoonlijk. Laatste kans. Dat is ook niet doorheen, Eddy. Wat gaan we doen? Lijkt wel een quiz. Hadden we nou met Trini Lopez gedaan?
Weet je wat, we gaan even zoeken aan, dan doen we... We laten nog even het adres weten. Ik heb genoeg van jou, weet je wel. Ik heb genoeg van jou. Heb je die wel? Ja, dat is de volgende plaat in de hitparade. Nou? Maar die heeft hij ook. Maar een grootje van jij. Die heeft hij ook niet bij de hand. Heb je ook niet? Heb je zet in de marskus wel? Weet je wat, jongens, we komen straks terug, hè? Hartje. Babbel. Kalm blijven, cool, hè? Alles onder controle. Niks aan de hand, jongens. 828. Dat is een leuke plaats. Ik heb genoeg van jou, heb je die wel, hè? Oké, nummer 32. Zet en de maskers. Ja, Supremes, toen hadden we al gehad. Baby Love, Where Did Our Love Go? En toen kwam deze, was nummer 3, hè? Prachtige groep, super muziek. Motown, begin van de Motown music. Ja, de eerste hit die Motown ooit had buiten Amerika was in Nederland landgenoot. En dat kwam dankzij... Veronica, denk ik. Absoluut, dat was Do You Love Me van de Contours. Die, maar was dat niet was een beetje... Nergens uit. Was dat niet een beetje... Was 63 al, hoor, volgens mij. Was dat niet het geval met heel veel platen? Dat Nederland een beetje als testmarkt voor Europa werd gebruikt? Tot grote woede van de platenmaatschappijen. Want toen wij begonnen in 61 waren we altijd 3 Fats Domino hits achter en 5... en 6 Shadows hits achter. Toen liet ik ze uit Engeland komen vanaf 1,62. Dat kostte geld, hoe deed dat? Nou, Dirk Verwijder was de grote baas. Ja. Was een rare man. Dan moest ik in de Herenstraat hier in Hilversum komen. En op zijn kantoor was een textiel groothandel. Ja. Waren 3 boers. Dirk, vertel, Bul, vertel. Ja. Vertel. En daar wou ik wat. En ik was student, ik studeerde eigenlijk Nederlands in Amsterdam. Ja. Maar ik vond de muziek leuker. Toen zei ik, we moeten platen hebben uit Engeland en Amerika. Hij zei, je komt zeker geld halen. Ik zei, ja. Hij zei, ga zitten. Eerst een halve liter jenever. Want dat was, ze hebben het nou over breezers. Nou, de breezers van de oorlogsjaren en daarna tot de 60 jaren. Was echt jonge jenever. Ongelooflijk. Nou, dan kreeg ik het voor elkaar. We vonden een juffrouw in New York, mevrouw Rijmer, Joe. Ze heette Joe, dan moet ik even aan Bol vragen. De Rijmer Training Company, een relatie uit het textiel. En die ging de plaatjes iedere op. Week mocht ik dan 10 plaatjes laten komen uit Amerika. En Engeland gewoon precies hetzelfde. Zo kwamen we aan de Contours in 63. En ook aan de Supremes. En dat, maar die kwamen hier nooit uit. Maar later wel, hoor, Jan, dat haalde vlug in. Maar als jij het over plaatjes had, vroeger werd er niet altijd tegen jou geroepen. Jongen, gaat er studeren, kom dan nog maar een keertje terug of zo? Nee, Dirk zei altijd tegen me, maar dat had hij al wat op. Ja. Oh nee, die mocht geen jenever meer toen al. Die was alleen nog maar sherry. Dokter zie je maar nog maar 1 sherrytje per dag. Maar de dokter had vergeten te zeggen of hij bedoelde 1 sherry of een fles sherry. Dus ja, dat waren wilde tijden, 40 jaar geleden, landgenoten. In die sfeer zijn wij dus opgevoed. En zo kun je toch nog wel zeggen dat er nog aardig wat van ons terecht gekomen. En die riep altijd, jongen, maak je studie af en kom dan nog maar eens terug. En jij denkt, zeker zei hij tegen mij, dat je stront naar bankets maakt. Oh ja, dat zei hij letterlijk. Dat is een hele ouderwetse uitdrukking, hoor, trouwens. Ga toch studeren. Maar ik kreeg het wel voor elkaar over. We gaan terug naar muziek, als komen we echt tijd tekort. Dit is een groep in Amsterdam, als ik het goed heb. Kasper Koelman had er wat mee te maken, ja, hè? Johnny Kendall, daar gaan we straks verder over praten. Johnny Kendall en de Heralds, en het stond op nummer 29. Inzien vinden we het een typische plaat die hoort bij jaar 1965. We zijn een klein beetje verder. Maar Johnny Kendall en de Heralds, die had St. James Infirmary. Dat was zitten overgegaan. Die was al in 4 een van de eerste bands uit de Lage Landen met de Motions en zo. Die en dat had een beetje te maken volgens mij met Kasper Koelman. Zeker, dat was de bedenker. Dat was producer bij RCA. Ja, dat en begon Koelman. Met plaatjes uit Amsterdam. De Hunters, de Russian Spy and I. Hij was zelf ook zanger Jackie Javelin. Ja. Dat was allemaal voor de geschiedenisboeken. En Little Peggy March heeft hij ook nog een hit meegemaakt. Die was toen wereldberoemd. Toen is hij ook naar Nashville gegaan. Kill and Dilly Dogs of zoiets. Hoe zegt u? Kill and Dilly Dogs. Zeg het nog eens als je durft. Kill and Dilly Dogs. Kasper Koelman, Johnny Kendall en de Heralds. De New Beats is ook zo'n raar geval. Die waren op Grand Gala geweest. 2, 3 castraten. Ja, met dat hoge stemmetje. Better. Precies. Ik kan het niet meer. Dat is de plaat die ik nog heb. Maar ze hadden een andere hit, en die gaan we nu draaien. Stond op nummertje 28. Klopt dat? 2 januari 1965. Oh. Even de tijdsaanduiding. Dat is wel interessant natuurlijk. 2 januari 1965. Waarom al zitten kijken alsof die een hele... Heb je andere plaat op? Ja, is hem. Nee, is goed. Laat maar komen. Yeah.
Ja, zou je voldoen had op de Hickory. En National Tennessee kwam dat, dat was een klein labeltje. Was ik toen al op bezoek geweest in 1964. Was ik ook even naar Nashville al geweest. Want. En naar Detroit, en naar LA, en naar New York. Allemaal dankzij over Dirk. Die zei, jongen, als jij vindt dat je naar Amerika moet om het vak te leren. Ik zei, ja, dat is nodig. Oh, ja. Hier heb je traveler checks. Want toen bestonden creditkaarten, dus al die traveler checks. Toen kwam ik in New York aan op 4 juli 1964. Independence Day, wist ik veel. Het leek wel alsof de wereld verlaten was. Met alleen maar traveler checks. Niemand had mij gezegd, neem $2 of $5 klein geld mee. Dus de taxi ging niet door, de bus ging niet door. De rest weet ik niet meer, maar ik ben uiteindelijk toch in mijn hotel in downtown gekomen. Landgenoten, u bent de gast bij de Veronica Top 40. De allereerste uitzending van de allereerste editie van 2 januari 1965. When you're alone and life is making you low. Dat kan toch niet in de geschiedenisboeken, man. Downtown. Stond nummer 1 wereldwijd toen. Petula Clark, nummer 27. Downtown. Dank u. Dank je wel. Mooi. When you're alone and life is making you lonely, you can always go. 27e plaats in de Veronica Top 40 van 2 januari 1965. Ja, plaats. Het leuke is, Jan, we kunnen niet zeggen wat de vorige week, want die was er niet. 1964, ja. We zijn laatst van vorige week. Ja, toen stond hij. Was geen vorige week. Stond hij ook 27, denk ik. Op de mail is een vraag binnengekomen over Atlantis Radio. Weet jij er iets? Radio Atlantis. Radio Atlantis. Wie weet er wat van? Was ook een piraat, jongens. Was een Belg? Was een Belg of niet? En er werkte een drogist uit Dordrecht bij. Hoe heet die? Nee. Een drogist. Wie? Jacques Soudan. Hoe? Jacques Soudan. Jacques Soudan. Heel goed. Kijk, dat is een kenner daar, weet je wel. Die kwam uit Dordrecht, toch? En had dat te maken met Atlantis Radio? Was dat Atlantis of een andere? 227. Hij moet op cursus. Dat is hetzelfde, of niet? Lex Harding, nou, die heeft gewerkt op 227. Klopt dat? Ja. Ja, en hebben Jacques Soudan Radio Atlantis. Dat, volgens mij was het in Belg, maar het was niet onze wafelbakker. Nee, dat was Sylvain Tak. Sylvain, die was er dus niet, want die heette meer Mega. Die heette... Wat was het druk op de middengolf vroeger, hè? Zonde, hè, dat er allemaal niet meer in. Spanje of zo. Zonde dat er... Spanje, ja, in de Girona. Girona, de postbus. Girona in Spanje. Ja. Hoe? Playa Daro. Playa Daro. Er komen nu nog brieven aan daar. Playa Daro. Aan Adje Bamban. Verkeerde station, weet je wel. We zijn het uurtje begonnen met de nummer 40. Dat was een van de titels. Ja. Oh, en we gaan het eerste uurtje ook beëindigen. Want we gaan straks, denk ik, naar Cees Man in het Veld met het nieuws van 3 uur. En ook de nummer 26 in die top 40 van toen was een opname van John Paul, Ringo en George. Ofwel de Beatles met If I Fell. If I fell in love with you. If I fell in love with you. Radio Veronica met het nieuws. Techniek Ad Bouwman, dit is Cees Man in het Veld. De Russische inlichtingendienst heeft ook explosieven gevonden in het tweede vliegtuig dat dinsdagavond neerstortte. Eerder was al duidelijk dat het andere toestel, dat gelijktijdig verongelukte, terroristen aan boord had. Vandaag zijn de eerste slachtoffers van de aanslagen begraven. Bij de ramp in Zuid-Rusland zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Minister Peijs van Verkeer komt met richtlijnen voor bermmonumenten. Een gedenkteken voor verkeersslachtoffers mag geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Zo mag het monument niet te dicht bij de weg staan of te opvallend zijn. Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het bermmonument. Uitgeverij Querido maakt de meeste kans om de ACO Literatuurprijs te winnen. 3 van de 6 genomineerde boeken komen van de uitgeverij. Querido maakt kans met Buiten is het Maandag van Bernlef, Het Wonder Werkt door Pam Emmerik en Kees het Hart met Ter Navolging. Op 22 oktober wordt de winnaar bekend en die krijgt €50.000. Bart Brentjes heeft brons veroverd op het Olympische mountainbike toernooi. De Fransman Julien Absalon won goud en de Spanjaard José Antonio Hermida pakte het zilver. Brentjes won 8 jaar geleden in Atlanta nog goud. Bas Peters eindigde als 13e en Thijs Al viel in de beginfase, maar ging toch door en werd 25e.
Periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen af en toe zon, maar in het noorden meer bewolking en soms een beetje regen of motregen. Maandag buien met onweer en veel wind. Temperatuur vandaag rond 21 graden. Yeah! Ha, ha, ha.